Welkom in deze dinsdagaflevering van Dagelijkse Verdieping. We worden het stilaan gewoon, nietwaar? Op dinsdag komen jonge mensen aan het woord. Jonge mensen van wie wij, die een beetje ouder zijn misschien, echt wel iets kunnen leren over wat geloven kan betekenen vandaag de dag. Op deze 19e mei horen we een 19-jarige en daarna ook een 20er die aan het woord zal komen. We starten met Karen. Hallo allemaal, ik ben Karen Verhagen, ik ben 19 jaar en ik ben lichttechnieker in een theater. Ik geef ook training aan kinderen van 7 tot 11 jaar die graag wielrennen. En zelf trek ik heel graag foto's. Ik ben misdienaar hier in Braschaat en probeer ook af en toe een mis te dienen in de kathedraal. Daar heb ik ook een tijdje als vrijwilliger gewerkt in de plek, een hele leuke ontmoetingsruimte. Ik probeer zo vaak mogelijk mee te werken met Night Fever. Dat is een concept waarbij we toevallige voorbijgangers een kaarsje aanbieden. Zij kunnen dat kaarsje komen branden bij ons in de kathedraal, mee naar huis nemen tot bezinning komen. En dat is toch wel altijd een heel ontroerende avond. Ze hebben mij gevraagd om 2 vragen te beantwoorden. Vraag 1 was, wat betekent het voor jou om gedoopt te zijn? Als ik heel eerlijk ben, betekent dat voor mezelf niet zoveel. Mijn ouders hadden mij vroeger laten dopen en toen had ik daar niet echt veel inspraak in. Desondanks ben ik wel heel blij dat ze mij toen hebben laten opnemen in de kerkelijke gemeenschap. Het betekent voor mij veel meer om elke dag opnieuw 100% te kiezen voor mijn geloof. Om elke dag uit te komen dat ik christen ben. Om me niet te laten afschrikken door de maatschappij en haar vooroordelen. Ik ben niet bang om te vertellen wie ik ben en waar ik in geloof. Om mezelf te laten zien. Om te laten zien dat ik kracht haal uit God. Mijn vrienden zeggen soms, wat een mooie ketting heb je daar. En om dan te zeggen dat het veel meer is dan een ketting, dat het een paternoster is, die wel degelijk heel veel waarde heeft. De tweede vraag ging als volgt. Heb jij zelf al eens een doorgedreven gebed meegemaakt, zoals de apostelen met Pinksteren? Dan denk ik meteen aan mijn zomers, waar ik elk jaar meega met de diocesane bedevaart naar Lourdes. Ik heb aan deze bedevaart al heel veel mooie herinneringen overgehouden. Zoals een vriendschap met Nicolas, een Norbertijn van Averbode. Na de avondactiviteit durven wij al wel eens eentje te gaan drinken in een cafeetje, om nadien rustig tot bezinning te komen aan de grot, midden in de nacht, wanneer heel Lourdes al slaapt. Die momenten zijn voor mij de mooiste van de hele bedevaart. Bezinnen met je vrienden op een plaats waar je je echt welkom voelt. Dankjewel Karen voor dit mooie getuigenis. Bedankt ook voor je reclame voor Night Fever en onze diocesane bedevaart naar Lourdes. Nu gaan we luisteren naar Ruben. Ruben is medewerker van IED in Spirelli in Hoogstraten Rijkenvorsel. Hallo, ik ben Ruben Kuipers en ik ben 27 jaar en werk voor IED Antwerpen. En er is mij gevraagd om enkele vragen te beantwoorden over mijn geloof. Eerste vraag is wat het voor mij betekent om gedoopt te zijn. Deze vraag doet mij vooral nadenken over mijn eigen geloofsproces. Als puber en de tiener heb ik mijn ouders soms wel wat moeilijk gemaakt met alle duizenden vragen over geloof. Ik was nogal een nieuwsgierig kind. En ik vroeg me af waarom dat ik niet zelf had kunnen kiezen of ik gedoopt werd, omdat ik er toch geen herinneringen aan had. Ik was toen zo zeker van mijn punt. Het is wel een beetje grappig om er nu op terug te kijken en te zien waar ik vandaag de dag eigenlijk sta in mijn geloofsproces en in mijn visie op het christendom. Door enkele persoonlijke ervaringen en dan ook verliezen, ben ik dan ook over mezelf en mijn plaats in de wereld beginnen nadenken. En zo ben ik ook stilkens aan terug gegroeid richting het christendom, een groot interesse voor gekregen en ook terug stilgestaan bij de vraag over het belang van het doopsel voor mij en of ik het, als ik kinderen krijg, ook dat ik ze zelf ook ga laten dopen vanaf kinds af aan. En dan is er voor mij wel echt uitgekomen dat direct na de geboorte gedoopt te worden ook wel betekent dat je opgenomen wordt in een gemeenschap, van Christus, die zo gefocust is op liefde voor de naaste en het goed doen voor andere mensen. En
Dat is een gemeenschap waar ik deel van wil uitmaken. Dat is een boodschap die ik wil uitdragen. Dat is een pad dat ik wil volgen. En ik ben blij dat ik daar als vanaf kinds af aan al opgezet ben. En dat ik die verhalen heb mogen meekrijgen doorheen heel mijn leven. Tweede vraag is, wanneer heb je een volhardend gezamenlijk gebed ervaren? Ik vond dat ook een interessante vraag, omdat voor mij gebed, hoe dat ik dat interpreteer, altijd of meestal voor mezelf is. Iets dat ik op mijn eigen doe. Wanneer ik het stil maak, wanneer ik tot mijzelf kom, wanneer ik mij openstel in de natuur bijvoorbeeld, ervaar ik dat heel hard door te gaan wandelen en even de dagdagelijkse zaken van mij af te werpen en wat hoop en dromen te formuleren. Maar ik heb wel, en dat is een van de momenten waar ik het eerder al over had, over die mooie persoonlijke ervaringen die mij wel hebben doen groeien als persoon en als gelovige, is dat ik ook eens een midweek ben gaan meeleven bij de Broeders van West-Vleteren. En ik heb toen ook deelgenomen aan het getijdengebed en toen heb ik dat wel enorm hard ervaren, hoe dat in die psalmen die rust kan keren. We hebben ze ook meegedaan met de nachtdienst, midden in de nacht uit bed, om samen te gaan bidden en die stilte en die rust en de pracht van dat gebed. Dat heeft mij toen echt geraakt en dat heeft mij er toen ook bij toen stilstaan. Dat ik daar wat meer aandacht voor moet hebben, dat ik daar wat meer mee bezig moet zijn en ben sindsdien, dat is nu ook al 5 jaar geleden, daar ook wel veel actiever mee bezig, dat ik dat echt opzoek. Dat ik dat ook meer kan vinden in de gewone Eucharistievieringen. Of bij de jongerenavond, in gebed met andere mensen, waar je dat gevoelt, dat je de wensen en de intenties van de mensen tastbaar voelt. En dat het iets heel mooi wordt in ons midden, dat we gezamenlijk kunnen dragen. Voilà, dat is mijn antwoord op deze vragen. Dank u wel. Dank je wel, Ruben, voor je spontane getuigenis. Het valt op dat zowel Karen als Ruben een link leggen tussen gebed, geloof en getuigenis afleggen. En daarmee staan ze natuurlijk in een heel mooie en grote traditie. Ik wil er graag nog een derde getuigenis naast leggen die precies hetzelfde doet. Een getuigenis van niet de minste. En hij heeft geen filmpje doorgestuurd, maar wel een tekst. Al lang geleden heeft Paus Franciscus een tekst rondgestuurd over de hele wereld. Evangelii Gaudium, de vreugde van het evangelie. Waarin hij ook diezelfde link legt en die koppelt aan de Heilige Geest. Onderweg naar Pinksteren is het niet slecht, denk ik, om die tekst, het is nummer 259, nog eens te laten klinken. Begeesterde verkondigers zijn verkondigers die onbevreesd openstaan voor de werking van de Heilige Geest. De Geest doet op Pinksteren de apostelen uit zichzelf treden en vormt hen om tot verkondigers van de wonderwerken van God die iedereen in zijn eigen taal begint te begrijpen. De Heilige Geest stort in hen de kracht om de nieuwheid van het evangelie moedig te verkondigen, met luide stem, altijd en overal, zelfs bij tegenstand. Laten we hem vandaag aanroepen en steun zoeken in het gebed, want zonder gebed loopt elk handelen het gevaar vergeefs te zijn en mist de verkondiging uiteindelijk bezieling. Dank je wel, Karen en Ruben, om zo'n begeesterde verkondigers te zijn. En wij mogen het allemaal horen als een uitnodiging, een uitdaging, een roeping zelfs, om daarin te groeien. Om zelf begeesterde verkondigers te zijn op de plek waar we actief zijn. Mocht jij die geest ontvangen deze week en woorden vinden om zelf getuigenis af te leggen van je geloof, stuur het dan door. Ofwel gefilmd, ofwel uitgeschreven, naar dagelijkseverdieping@gmail.com. We zullen er zaterdag dan graag naar verwijzen. Tot morgen.